Dag Maloten, de laatste opdrachten zijn gespeeld en de kandidaten hebben de finale test gemaakt. En daarbij zagen we, en dat vond ik zelf best wel verrassend, dat Charlotte de verliezend finalist is van dit seizoen. En dus weten we nu zeker dat de mol begint met de letter R, 5 letters in haar naam heeft en een vrouw is. Maar ja, of het Rocky of René is, laten we snel de hints en theorieën erbij pakken. Nog precies een week geduld hebben en dan weten we wie de mol is van seizoen 21. Maar tot die tijd kunnen we er nog even lekker over speculeren. Mijn naam is Guido Verheijen. Ik ga je deze laatste hints en theorieën video voor de bekendmaking nog wat hints en theorieën over aflevering 9 meegeven. En in de rest van de week komen er ook nog video's online te staan. Dus als je die absoluut niet wil missen, vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. En als je toch bezig bent, geef dan even de video een duimpje omhoog. In dit overzicht kun je zien welke video's er in de loop van de week nog online gaan komen op dit kanaal. Zo zal er op woensdag een hints video naar Rocky online komen en op donderdag de Follow the Money video over de afleveringen 7 tot en met 9. De video over René met alle hints in dit seizoen naar haar, die kun je vinden door even de i rechtsboven in beeld aan te klikken. Goed, we gaan maar eens even kijken wat er nou precies gebeurde in de 9e aflevering. Ik heb hem wederom voor je samengevat in 60 seconden. De finale, de laatste kans om geld voor in de pot op te halen. De eerste opdracht is een sportieve activiteit in het bos. Bij de start krijgen ze meteen al een code kastje niet los. Nee, daarvoor moet wat verder gefietst worden voor een code. En dan weer terugfietsen, dat is de juiste methode. Vervolgens een vrouw van rond de 60 laten touw klimmen. Dat niet zou lukken, hadden ze toch wel eerder kunnen verzinnen. Gelukkig komen de dames op tijd bij Rick aan, waardoor er eurobiljetten de pot ingaan. Tijdens de laatste opdracht van dit seizoen is tunnelvisie niet te vermijden. In een ondergrondse mijn wil de mol de kandidaten nog eenmaal verleiden. Eerst nog wat stellingen, zijn die juist of onjuist? En dan een envelop die je er zomaar in luist. Wat dit opbrengt, krijgen we pas te zien in aflevering 10. De finale test over de mol met maar liefst 40 vragen waar de kandidaten zich aan wagen. En dan ook nog eens Charlotte die opeens de afvaller bleek. Wie de mol is, ziet u volgende week. Of de mol nou Rocky of René is, ik wil in ieder geval van jullie weten welke opdracht jullie dit seizoen het allerleukst vonden. Daarvoor heb ik een formulier gemaakt en daar kan jij jouw top 5 achterlaten met opdrachten van seizoen 21 die jij het leukst vond. En die link staat in de beschrijving van deze video. Volgende week in aflevering 10 van Hints en Theorieën maak ik de top 5 bekend van leukste opdrachten. Door jullie kijkers gekozen uiteraard. Dan door met de hints en theorieën die jullie opgevallen zijn. We beginnen met de titel van deze aflevering en dat was ditmaal Kaarsrecht. Ja, wat kan die titel betekenen? Nou, hij kan in ieder geval op Rocky slaan, want Kaarsrecht, oftewel Steady as a Rock. Maar Joceline denkt dat het op René slaat, want René stond kaarsrecht tegenover Rick. Wat misschien nog wel opvallender is aan René, is wat ze hierna zegt, na dit beeld. Want ze zegt dat ze in de afgelopen 3 weken in een ander leven zat. Een leven van een bedrieger bijvoorbeeld. Ik zit nu al 3 weken in een ander leven. Een bijzondere ervaring dit helemaal. Oftewel, van die afleveringstitel worden we ook niet veel wijzer. Laten we dan maar gelijk doorgaan naar die eerste opdracht. De opdracht die al uitgelekt was, want dit soort beelden kregen we al eerder voordat het seizoen begonnen was te zien in het programma Shownieuws. Een aantal van die bordjes waarop die teksten stonden, die waren al uitgelekt en zo konden we ook al achterhalen dat dus in Tsjechië het seizoen opgenomen werd. Maar gelukkig waren de finalisten van dit seizoen niet uitgelekt en daar ben ik op zich best wel blij om. Ik kreeg er al best wel veel vragen over van waarom hebben ze op zo'n drukke locatie, want het was best wel een druk pad, je zag heel veel fietsers in de opdracht voorbij fietsen, dan toch van dat soort bordjes geplaatst met ook echt een duidelijk mol-logo. Ja, daar hoeft maar een toerist langs te komen en dan maak je van dit soort foto's en die stuur je gewoon even door naar de pers. Misschien moet Wie is de Mol daar toch nog iets voorzichtiger mee zijn. De opdracht dan. €1750 kon er verdiend worden, maar er werd maar €1150 verdiend. Nou ja, niet slecht voor deze groep zou je zeggen. En laten we als eerst eventjes rustig afgaan wat er nou precies gebeurde. Zo geven Charlotte en René eerlijk toe dat Rocky best wel lang bezig was bij het sleutelkastje.
Nou, ze besluiten op een gegeven moment dus door te gaan. Dan komen ze als het ware toch het bordje tegen met de code erop. En dan besluit Rocky om eventjes terug naar de start te gaan. En we hebben het geld niet daadwerkelijk in handen gezien. Maar we kunnen er wel van uitgaan dat het geld ook daadwerkelijk in de pot terecht is gekomen. Want anders klopt de berekening aan het einde niet meer. En tenslotte, er was al bekend hoeveel geld ermee verdiend kon worden. Dus ze konden ook nog niet even geld nog uitpakken als ze de mol zou zijn geweest. Wat wel opvallend is dat Charlotte en René aan het wachten zijn op Rocky, terwijl ze makkelijk door hadden kunnen steppen. De volgende verdachte actie is al gelijk bij de touwbrug, want ja, waarom ga je een vrouw van 59 jaar nou op zo'n wiebelende touwbrug het geld laten pakken? Dat slaat toch nergens op? Ik wil René absoluut niet met een oma vergelijken, maar ik zie mijn oma niet meer op zo'n touwbrug bewegen. Het gaat ook helemaal fout. Haar handschoen blijft ook de hele tijd vastzitten aan de bovenste richel. Gaat niet heel goed en daarna besluiten ook de andere twee om maar gewoon door te fietsen. Maar ja, er blijft er wel €350 liggen. Dus waar René verdacht doet, zijn Charlotte en Rocky dat ook door de opdracht te willen skippen. Op een gegeven moment komen ze bij de halte aan waarin ze dus de stepper kunnen inleveren. Dan moeten ze de rest van het parcours verder doorlopen. Maar dat levert wel €150 op in totaal. Daar kiezen ze niet voor, want ze denken dat ze dan het parcours niet meer kunnen halen. Maar ja, even verderop liggen 3 mountainbikes voor hun klaar. En ja, die kosten €100 per stuk, oftewel €300 in totaal. Maar ja, als je daarvoor al €150 hebt opgehaald om die stepper daar te laten liggen, dan ja, scheelt het nog maar €150. En dus is het best wel even slim om te kijken wie wat doet bij het achterlaten van de steppen. Step. Ja, maar dan moeten we lopend dat hele stuk verder. We hebben er nog maar net 1 kilometer op zitten. Dan moeten we 5 kilometer gaan lopen. Step is sneller, ja, hè? Doei. En dit zijn toch wel die opvallende acties waarbij Rocky eigenlijk totaal niet opvalt. Want we zien eigenlijk alleen maar dingen over René die opvallen in deze opdracht. Maar dit zijn juist de dingen waarbij ik denk, nou, dit zou een mol echt gewoon een slimme en tactische mol maken. Het is alleen jammer dat we Rocky in de afgelopen afleveringen nauwelijks tot niet hebben zien mollen. En daarom ook logisch dat, ja, toch wel 80% van de stemmen op dit moment naar René gaan. Nou ja, verder in de opdracht zien we dat René het nogmaals wil proberen op een ladder. Ook dat mislukt. Maar de derde keer lukt het haar daadwerkelijk wel om geld te pakken. Zien we dat Rocky nog voor een tweede keer weer terug gaat fietsen om nog een code met geld op te halen. Ja, dan zien we Charlotte ook nog een helling oplopen. En op het einde loopt ze de laatste kilometer gewoon even hard. Ik kan me dan voorstellen dat René bij deze opdracht zegt op het einde van, nou, ik ga niet die kilometer nog hard lopen. Maar dat Rocky dat niet doet, dat vind ik wel verdacht. Want als sportvrouw moet je dat toch gewoon kunnen? Tot slot de laatste opdracht en daar kunnen we eigenlijk best wel kort over zijn, want zoveel informatie weten we daar eigenlijk niet over. Waar het me wel aan moest denken is de opdracht in seizoen 14 aan het einde. In de Filipijnen hebben ze namelijk een hele grote baai en daar liggen ook allemaal flesjes met stellingen in over de mol en of die dan wel of niet kloppen. Maar dit keer zat er dus nog een tintje aan vast, want op het einde kon de mol je toch nog even overhalen om een envelop te pakken waar dan mogelijk nog een aanwijzing naar de mol in zou zitten. En zowel René als Rocky maken de envelop open. Maar Rocky doet er dan vervolgens niks mee. Ik weet alleen niet of dat bedrag dan alsnog van de pot af wordt gehaald. Ik denk het wel, want de envelop is alsnog geopend. Maar ja, bij René haar envelop zien we ook niet heel erg veel gebeuren. En natuurlijk in de aflevering krijgen we te horen dat er een verwijzing is naar de eerste envelop van de eerste opdracht in dit seizoen. Want Charlotte zou al eerder een envelop van de mol gekregen hebben. Nou, dat was dus in die opdracht. En er stond ook een kaars in het midden van de kamer in de eerste aflevering. Is het nou zo dat de mol al ontdekt had kunnen worden in de eerste opdracht door 1 deur? Want het lijkt erop alsof de kandidaten die ingegaan zijn op het voorstel van de mol, ja, voor gek zijn gehouden met zo'n jokerkaart. Maar wellicht hadden ze dus toch gewoon de identiteit van de mol kunnen ontdekken. Ik hoop in ieder geval heel erg dat we dat in de 10e aflevering alsnog te zien krijgen. Maar ik denk dat dit daadwerkelijk dus een ding was. Ja, meer over opdracht 2 heb ik eigenlijk niet te zeggen. We weten ook nog steeds niet wat de eindstand van de pot gaat zijn. Want we weten nog niet wat er in die opdracht, ja, verdiend is. Maar waar we wel vanuit kunnen gaan is dat dit wederom weer de laagste pot ooit in Wie is de Mol gaat worden. En ik denk dat de verliezend finalist toch wel de grootste mol blijkt te zijn, want die heeft gewoon even €7000 uit de pot gespeeld. Nou goed, we gaan voor de laatste keer kijken wie jullie op dit moment verdenken als mol.
Vorige week werd René al het meest verdacht en nu net na de uitzending wordt René nog meer verdacht met 79% van de stemmen. En Rocky dus maar met 21%. Nou, ik denk zelf ook nog steeds dat het René is, maar mijn wensmol is toch wel eigenlijk Rocky. Ik hoop toch een klein beetje dat het eigenlijk Rocky is en dat we gewoon heel veel goede molacties van haar eigenlijk niet gezien hebben. Dat zou dan toch een beetje het seizoen redden, want als het René is, dan is dat toch wel een beetje een anticlimax, moet ik eerlijk zijn. Volgende week dus de finale, helaas zonder publiek, maar misschien krijgen we dan alsnog wat meer molacties te zien. Dat is ook altijd wel fijn. Vergeet niet, er komt dus nog een hints video over Rocky aan en een follow the money video. Dus je hoeft je aankomende week zeker niet te vervelen. Hiernaast staan nog twee oude video's van mij. Klik die lekker aan als je ze nog niet bekeken hebt. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen op deze video als je hem leuk vond. En vergeet me niet te volgen op de socials hieronder. Graag tot de volgende keer bij een nieuwe video.